De gemeente Pillemaas heeft de partijen bekendgemaakt die woningen gaan realiseren op de VMBO-locatie in Panningen. Het wordt een mix van woningen voor verschillende doelgroepen. Op deze mooie locatie maken we echt een mix van verschillende woningen voor verschillende doelgroepen. Voor jong en oud blijft betaalbaar, precies waar nu behoefte aan is. Ook een mooie stap in de inhaalslag die we nu aan het maken zijn op de woningmarkt en wat nog steeds nodig is. En die mix die maakt het heel erg mooi. Aan de ene kant heb je de praktijklokalen die opnieuw worden ingevuld met 12, 13 loftappartementen. Vooral voor jongeren zal het wel een mooie invulling zijn. Je hebt de patio-woningen, de rijwoningen, ook een mix van koop wordt dat. En dan de sociale huurwoningen van Wonen Limburg. Dat betekent echt straks een mooie gevarieerde wijk voor ieder wat wils. In een mooie groene omgeving zoals we dat hier ook met de buurt samen hebben bepaald. Op de locatie komen huurwoningen van Wonen Limburg. We zien dat er echt nog een stevige vraag is naar sociale huurwoningen in deze gemeente. Ook naar vrije verhuurwoningen trouwens, dus huur in het algemeen. Hier komen echt woningen, 22 appartementen in de sociale huur, toegankelijk voor huurtoeslag. Heel interessant voor mensen die nu misschien in de buurt wonen en denken van, zal ik nog eens een stap maken? Die woning waar ik nu woon is misschien toch wel wat groot. Dus daarmee maken we gewoon ook extra ruimte. Zijn we heel erg hard aan toe. Het eindigt hier niet mee. We hebben zeker nog wel meer plannen en ambities. Maar de manier waarop we nu ook met andere partijen en met deze gemeente samenwerken, hebben we echt wel vertrouwen in dat dit een mooie stap is en dat er nog meer komt. Er zijn meer partijen betrokken. Wij gaan hier binnen dit mooie project gaan we 8 patio-woningen realiseren en 4 starterswoningen. De start van de bouw zal begin volgend jaar zijn en hopelijk op het eind van het jaar worden de woningen opgeleverd en kunnen de gezinnen erin wonen. Onze insteek is, het hangt natuurlijk van de procedures af, maar zoals het er nu naar uit gaat zien zullen wij in april, mei starten met de bouw en dan dus hopen wij dat wij in december, januari kunnen opleveren dat de mensen eigenlijk in het begin van het nieuwe jaar in hun woningen kunnen wonen. Ik ben samen met mijn compagnon de initiatiefnemer voor de praktijklokalen. Die gaan wij behouden en ombouwen naar trendy loftwoningen met focus op tamelijk jonge mensen met hoge capaciteiten. En die gaan we extra betaalbaar verhuren onder de sociale huurgrens. Terwijl het hele grote woningen worden. Nou, onze ambitie ligt bij een soort positieve strategie. Dat we mensen willen aantrekken die in de toekomst een hele goede extra rol kunnen betekenen hier in Panningen. Omdat ze hoogopgeleid zijn, een hele mooie carrière voor zich hebben. Mensen waarvan je zou zeggen, ja, die wil je graag in Panningen zien vestigen. In het voormalige VMBO-college opende maandag het Poolsplein met zorgwoningen voor mensen met dementie. Wij willen toch de verbinding leggen ook met de mensen die hier komen wonen. Hè. We willen ook kijken of dat we zeker de aansluiting kunnen krijgen met de tuinerskast die er is. Als daar een initiatief komt. Hè. Dat zou mooi zijn als onze mensen die bij ons wonen ook een stukje dagbesteding willen gaan doen. Dat ze daar naartoe kunnen gaan. Dat zou hartstikke fijn zijn. De verbinding hebben we ook al met de overkant met de bewoners van dichterbij. Er zijn een paar die komen bij ons. Die willen bij ons heel graag vrijwilligerswerk komen doen. Dus dat kan. Toen we het in 2018 starten met dit project hebben we gezegd, ja, we moeten echt kijken van wat hier in deze buurt nodig is. En we vinden het ook heel erg belangrijk dat we dat samen met die buurt oppakken. En volgens mij is dat echt super gelukt. Ook al gezien de procedure die we hebben moeten volgen, de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 0 zienswijzen opgeleverd. Dat vind ik nog steeds heel erg bijzonder. Dat is een mooi resultaat. En dat betekent wel dat we ook de input van de buurt echt serieus hebben genomen. En dat blijkt ook wel uit de interesse die er is ook van de buurt. Hè. We hebben best gemerkt dat er veel mensen nog een stap zouden willen maken naar meer levensloopbestendig. Misschien wat kleiner. En in het woningbouwprogramma wat we hier aanbieden, ja, is dat mogelijk? Komt dat in ieder geval binnen handbereik voor die mensen in de buurt? In hun eigen vertrouwde omgeving. Ja, hoe mooi is dat? Deze buurt heeft gezegd van, nou, wij hebben interesse om er door te stromen. Dus daar kijken we wel naar. Maar we willen daarbij niemand uitsluiten. Dus in principe bouwen we dan op andere plekken weer voor andere doelgroepen. En hier kijken we echt wel een beetje hoe past het in deze wijk. De offertes worden de komende tijd verwerkt tot een koopovereenkomst. Pas wanneer deze overeenkomsten getekend zijn, is daadwerkelijk definitief dat en wat partijen gaan realiseren. Het is nog niet duidelijk wat er met de tuinderskas op het terrein gaat gebeuren.